Oké, dus laten jullie nu een truc zien met een fles. Dit is een 1 liter fles, maar het kan elke soort fles zijn. En een muntje. Het kan ook elke soort munt zijn. Ik gebruik in dit geval 5 cent. Ik ga het volgende doen. Ik hou van deze fles hier onder mijn arm, want ik heb nu echt een tafel. En ik pak deze munt. Nu laat ik iets zien. Ik ga deze munt in de fles slaan. Komt ie. 1, 2, en daar zit hij in de fles. Ik had zien, de fles is volledig dicht. Dat is ook niet dat ik echt de munt erop in kon doen. En er zitten ook nergens sneeën of plekken waar je de munt doorheen zou kunnen drukken. En dit ga je dan geven aan de toeschouwer. Yo mensen, welkom terug naar een nieuwe Cardfocus video. Vandaag leer ik jullie de munt in de fles truc. Dit is een super coole truc die jij kan doen. Het is heel simpel, je hebt echt niet zoveel dingen nodig om het goed te kunnen doen. En dus in deze video ga ik dat uitleggen. Jullie zagen net hoe de truc gaat en dat is dus ongeveer hoe jij het zo meteen ook gaat kunnen. Nou, vind je dit soort video's nou leuk? Hou je nou van kaarttrucs, munttrucs, goocheltrucs en dat soort dingen? Dan kan je zeker abonneren op Cardfocus. Het is gratis en we zijn een klein kanaal, dus elk abonnee helpt. Laten we nu gaan naar de video. Oké, dus om deze truc uit te leggen hebben we 3 dingen nodig. Een fles en 2 muntjes. Ik gebruik hier 5 cent muntjes. Deze zijn het beste om te gebruiken en ik leg zo meteen uit waarom. Dus pak een fles en 2 muntjes, dezelfde muntjes natuurlijk erbij. Nou, je kan dit in principe altijd gewoon doen met elk soort muntjes, maar 5 cent of 10 cent werkt het best aangezien die klein zijn en die makkelijk in de dop passen, want dat is wat we gaan doen. Dus eigenlijk de hele truc is vrij simpel. Wat we gaan doen is namelijk eerst als voorbereiding de dop eraf draaien. Ik zal even deze fles hier neerleggen. En je kan zien dat ik zo'n 5 cent muntje in de dop kan leggen op deze manier. En als ik nu de fles erop draai, het gaat een beetje lastig, maar uiteindelijk is er een plek wanneer het wel lukt. Hier, boom. En zoals je kan zien ligt op zich nu die munt hier dus. En het is vrij lastig te spotten, zeker als je de fles op deze manier vasthoudt, zien mensen niet echt dat er munt in zit. En natuurlijk, als we de truc gaan doen, hou ik dit met mijn hand eigenlijk zo vast. En zoals je kan zien, zou de toeschouwer dan niet echt kunnen zien dat hier munt ligt. Het tweede onderdeel van de truc is de andere munt. En daar gaan we een heel belangrijke move mee doen, namelijk de Franse val. De Franse val, ik leg even deze fles weg. De Franse val is eigenlijk nep een muntje pakken. Dus het lijkt misschien dat ik de munt pak voor de toeschouwer, maar zoals je kan zien hou ik het in de andere hand. En hoe je dit doet is eigenlijk door de munt op deze manier vast te houden. Dus tussen je duim, middelvinger, ja, wijsvinger en ringvinger vooral. Op deze manier. En wanneer ik de munt ga pakken, als zodra mijn vingers er overheen zijn, laat ik de munt vallen en doe ik een pakbeweging. Bij de Franse val laat je dus de munt precies vallen op het moment dat je hem pakt, zogenaamd. Je pakt hem, maar eigenlijk niet. Je laat hem vallen in je hand. En dit geeft een heel goede illusie dat je eigenlijk de munt in je andere hand hebt, terwijl hij gewoon nog in dezelfde hand ligt. En dit hebben we nodig voor de truc. Dus oefen dit een paar keer. Zo. Gewoon. Zodra je hand eroverheen komt, laten we de munt vallen. En een goede tip is als je gewoon, weet ik veel, in de auto zit of je bent een filmpje aan het kijken, dan kan je gewoon eventjes dit oefenen. Zorg ervoor dat het gewoon er heel goed uitziet. En ook een goede tip, zodra je hem pakt, doe je gelijk je hand vooruit richting de toeschouwer en je andere hand een beetje langs je zij. Het volgende wat we gaan doen is het deel met de fles. Je kan zien dat de munt daar erin zit. En als je hier een beetje een harde beweging mee maakt, dan komt die erin. En je kan zien bij die beweging dat die ongeveer hieruit komt meestal. Hij stuift een beetje rond, maar hij komt bijna altijd hieruit. Dus dat is precies de plek waar je de munt raakt. En dat geeft dus het supercoole effect dat je hem eigenlijk recht door dat plastic drukt. Want het komt precies uit op de plek waar het logisch zou zijn waar die munt zou uitkomen. Dus eigenlijk is het een vrij simpel effect. Je houdt de fles vast, ongeveer op deze manier, zodat je een beetje die munt bedekt met je hand. En je hebt het andere muntje in je hand. Deze kan je zelfs lenen. Als je ziet dat iemand toevallig 5 cent heeft,
vraag je, oh, mag ik die 5 cent lenen? Wat je gaat doen, is eigenlijk, je begint dus zo. En je zegt, oké, ik ga een truc laten zien met een muntje en een fles. En ja, ze zien niet heel veel. Je kan zelfs nog hier, het hier vasthouden. Ik laat je een truc zien met een muntje en een fles. En de meeste mensen gaan echt niet denken dat de munt er al in zat. Wat de meeste mensen denken, is dat er eigenlijk er een snee zat of zo in de fles. En dat zit er niet in. Dus ze zegt, ik laat een truc zien met een munt en een fles. En je houdt deze fles, die leg je of neer op tafel. Of wat ik meestal doe, gewoon onder mijn arm. Dus laten we zeggen, ik leg hem eventjes hier neer. Je zegt, oké. Dus wat ik ga doen, is ik pak de munt. Franse val. Ik pak de munt. Dan pak je met de hand waar de munt in zit. Pak je de fles. Op deze manier dus. Hier zit mijn munt. Daar zit de dubbele munt. En hier zit zogenaamd de munt. Nu ga je de fles niet omhoog houden, maar een beetje kantelen. Niet te veel, dan valt de munt eruit. Ongeveer plat. En dan doe je 1, 2 en dan een harde beweging. Echt hard, want soms blijft de munt vastzitten in een dop en dan werkt het ook niet. Dus 1, 2 en hij zit erin. En nu geef je gelijk de fles aan de toeschouwer. Jij hebt de munt nog in deze hand. En deze munt kan je wegwerken door je handen even in je zakken te doen en de munt te laten verdwijnen op die manier. En dan kunnen de toeschouwers hier kijken wat ze willen onder de stickers, alles. Dit is gewoon een normale fles en het is een fantastische truc. Dat was de video voor vandaag weer. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Hou je nou van kaarttrucs, munttrucs, goocheltrucs en meer van dat soort dingen, kan je zeker abonneren. Het is gratis en het helpt heel erg. Heb je enige vragen of opmerkingen? Dan kan je natuurlijk een comment achterlaten. En like de video als je hem leuk vond. Dan zie ik je weer hopelijk in de volgende video. Bye!